ons avontuur begon eigenlijk wat al append tijdens seizoen 1 van Lego Masters. Van, hey, dit is leuk. En dat we allemaal, allemaal opmerkingen over hadden. Van, oh, dit is gaaf, dat is mooi. En, ja, daar hielden we elkaar eigenlijk de hele tijd op de hoogte. Op de hoogte, ja. Op een hele leuke, positieve manier. En dat eindigde met zo van, zullen wij ons opgeven? Nou, Lego heeft mij echt altijd, ons beiden gewoon gefascineerd van kleins af aan. Eigenlijk, ja, wie had er nou eigenlijk geen Lego? Een beetje toevallige wijze dat we het wat uitwisselden en van elkaar leerden ontdekken dat we beide deze voorliefde hadden. Ja, zo'n programma als Lego Masters is natuurlijk fantastisch om te doen. Wat ontzettend leuk is om naar te kijken, het is grappig. Er worden mooie dingen gemaakt. Ik denk dat mensen er wel een beetje op zoek zijn daar in deze tijd. Nou, wat natuurlijk fantastisch was, was de beschikking en toegang tot 4 miljoen steentjes. Waar je gewoon mee uit de voeten kon. Het feit dat wij gewoon goed kunnen samenwerken en elkaar gewoon al langer kenden, maakte dat gewoon een feestje om door al die bakken heen te gaan en leuke dingen te maken. Leerlingen waren verrast dat we meededen. Nee. Aan de andere kant waren ze ook alweer niet verrast. Ze zagen dat er een soort van aankomen of zo. En de eerste aflevering in pretpark. Ja, dat was een uitdaging. Ja, zeker. Voor het eerst met alle camera's om je heen. En ja, dat is ook wel even erin groeien. En, ja, en vertrouwen houden ook gewoon. En gewoon vertrouwen houden in elkaar. Ook dat het gewoon goed komt. Nou goed, je kunt dus even uitglijden, zeg maar. Maar uiteindelijk komt het ook gewoon wel goed.